Vandaag zijn we op de Gijsbrecht van Amstelstraat in Hilversum, bij cadeauwinkel Balthazar. Waarom ben je deze winkel begonnen? Op een gegeven moment wilde ik iets heel anders gaan doen. Ik ben gek op koken, op kookspullen en rondstruinen in kookwinkels. En toen dacht ik, dat kan ik eigenlijk ook. En toen ben ik in 2012 mijn eigen kookwinkel begonnen, zonder enige ervaring. Wat is het bijzondere aan je winkel? Veel mensen die hier voor de eerste keer komen, die zijn echt compleet verrast. En zeg ook altijd, ik word hier helemaal blij. En dat dan dus wij ook. En dat komt denk ik gewoon omdat het heel kleurig is. Het is een kleine winkel, maar we hebben gewoon ontzettend veel. En eigenlijk wel voor iedere smaak. Wij vinden Balthazar echt een super hippe winkel. En tegenwoordig met Facebook, Instagram en social media vind ik dat deze winkel echt veel mooie dingen laat zien. Dus dan kunnen wij nooit wachten om hier meteen naartoe te rennen. Want ik heb hier twee super foodie fans naast me staan. Onze passie is eten en drinken. Maar ook werken met mooie materialen. En dat vinden we hier allemaal. Dus we gaan weer heel veel kopen. Het assortiment wisselt natuurlijk met seizoenen. Maar je hebt ook gewoon een groot vast assortiment. Omdat je nou eenmaal een speciaalzaak bent in kookartikelen. Wat is het speciaalste wat je hebt in je winkel? Dat zijn natuurlijk onze planken, grote bolplanken. Smalle planken van eikenhout, steigerhout, mangohout, grote ronde olijfhout. Eigenlijk allerlei soorten planken. We verkopen daarnaast fiancin, Charles fiancin, heel erg goed. En dat zijn de lids. Speciale lids voor op pannen, potjes, afdeksels. Die ook nog eens een keer in de oven en in de magnetron kunnen. En als laatste de matten van Begaflor, Noord-Israëlisch merk. En het zijn Portugese tegelvloeren in vinyl. Dat is een grote hit. Hoe stel je al je artikelen samen? Ik haal mijn spullen eigenlijk overal vandaan. Soms zie ik dingen als ik zelf winkel in het buitenland. En dan keer ik ook altijd alles om. Als ik ergens aan het eten ben, gaan ook alle bordjes worden omgedraaid. Potjes. Altijd eigenlijk op zoek naar leuke of verrassende en vooral nieuwe dingen. Dingen die je niet overal ziet. Mensen zijn vaak op zoek naar iets voor iemand die zegt dat ze alles al hebben. Dat is natuurlijk ontzettend moeilijk. Mensen kopen natuurlijk continu dingen voor zichzelf. En dan moet je weer net iets vinden. En wij slagen daarin omdat het gewoon heel breed is, functioneel en kwaliteit heeft.